Hey beautiful ladies, deze video maakt deel uit van een 10-delige videoserie The 12 Recipes of Christmas, waarvan het grootste gedeelte clean is. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan nu, want morgen komt er weer een nieuwe video online en dan mis je die niet. Ik kan me bijna niet voorstellen dat iemand een clean toetje wil met kerst. Maar toch voor de zekerheid heb ik voor jullie avocado chocolademousse. Hiervoor heb je nodig een avocado natuurlijk, cacao poeder, wat dadels, 1 ei en optioneel een sinaasappel. Het eerste wat ik doe is van de dadels een papje maken. Dat doe je door de dadels in een blender of in een keukenmachine te stoppen. En daar moet wat water bij, anders blendt het niet zo lekker. Tenzij je denk ik een Vitamix hebt, maar dan nog wordt het een heel dik papje. En we willen het een beetje waterig hebben. Voor de volgende stap maak je de avocado schoon, snij hem in kleine stukjes en blend je hem samen met de dadels en de cacao poeder. Je moet wel echt een super rijpe avocado hebben, dat is het lekkerst. Dat ziet er al heel erg chocolademoeserig uit. Goed kijken of alles geblend is. Het ziet er goed smooth uit. Voor de volgende stap scheid je het eigeel van het eiwit. En dan klop je het eiwit net zo lang totdat je er pieken in kan maken. Nee, nog niet goed genoeg. Bijna. Yes, dit is goed. Trouwens, dit is nu een vegan versie, want letterlijk wat erin zit is avocado, dadels en cacao. Dus wil je een vegan versie, dan hou je het hierbij. Dan is het een soort van pudding. We gaan de chocolade avocado mousse toevoegen aan de opgeklopte eiwitten. En dan heel voorzichtig er doorheen vouwen. Voorzichtig is niet echt mijn middle name of zo, maar weet je, ik kan een poging doen. Oké, daar gaan we dan hoor. Oké, ik maak hem niet helemaal af, want je vraagt je misschien af, wat was er nou met die sinaasappel? Nou, ik ben helemaal gek op de combo sinaasappel-chocolade. Dus wat je kan doen is even de schil van de sinaasappel raspen en hiervan wat bij de chocolade moest toevoegen. Het leek me van tevoren echt mega lekker en ik dacht, ik probeer het gewoon uit. Oké, we hebben sinaasappel rasp, maar ik ga hem nog iets fijner maken door hem te stampen in een vijzel. En deze rasp voeg ik weer toe aan de chocolade mousse. Deze vouw ik er uiteraard weer voorzichtig doorheen. Ik proef de sinaasappel niet heel erg, maar het is wel echt een upgrade van de mousse. Serveer de mousse in mooie shotglaasjes of een ander mooi bakje. Natuurlijk smaakt deze mousse niet zoals gewone chocolademousse. Het komt er wel heel dichtbij in de buurt, maar ik proef ook zeker de avocado. Maar goed, als je clean wil eten, dan is dit wel iets wat je blij maakt, denk ik. Kleine lepeltjes erbij. En jouw clean toetje is klaar. Dankjewel voor het kijken. Vind je deze video leuk? Steek dan een duimpje omhoog. En ik zie je morgen weer. Voor de citroenbloemkool heb je nodig een bloemkool, een citroen, wat knoflookteentjes, olijfolie, wat bieslook.